Azumarill is wel echt de ideale Pokémon om Serena te killen. Gaat die weer hoor met zijn Water-type. Eventjes erin vijven dat ik geen Water-type meer heb. Tjong. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Zeker. Vorige aflevering heeft Sander... Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Oh god, hij heeft weer wat gedaan hoor. Ja, zeker. Maar de vorige aflevering heeft Sander iets heel cools gedaan. Namelijk de achtste gym die er verslagen. En nu gaat hij net als ik op weg naar de... Nou ja, ik ben al op dit moment in de Victory Road. Maar Sander gaat naar de Victory Road. Ja. En ik ben bang. Oh jee, Sander is bang. Ja, gewoon. Weet je, het gaat al de hele tijd slecht met mij in Pokémon. De laatste tijd in deze lock. Ja, dus okay, ik ben best wel een beetje bang, ja. Ik loop tegen een trainer. Oh god. Oké, welke boys heeft deze vrouw? Ik denk dat die ene Sableye met Power Jam heeft, die bijna mijn Charizard rekte. Dat is inderdaad waar. Ik heb geen super effective tegen deze man. Want ik heb geen fairy type. Dus dan doen we gewoon zo'n flamethrowertje. Gewoon zo'n flamethrowertje. En dan is hij neer. Ja hoor. Kijk eens aan. Je kan het, Sander. Je bent goed bezig. Oké. Dan krijgen we nu zo'n... Crustle. Oh, dat is zo'n krab. Dat klopt, ja. Zo'n lasagne krab. Oh, yeah. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik moest hem eventjes inbeelden totdat ik snapte wat je bedoelde, maar ja, inderdaad. Beter is een shiny ook rood. Nee, hij is groen. Dat shiny. Zou mooi zijn. Het is een pesto lasagne is hij als hij shiny is. Oh, ja, nou ja, goed. Oké, dat is justifiable. Attack en speed. Oh, hij is nu eerst. Hij deed zelfs... Shell Smash, dus hij heeft en een hoge attack en hij is nu eerst. Maar goed, ik ben full health, dus dat kan ik wel tanken, denk ik. Oh, trouwens, offscreen hadden we nog. Wat? Dat maakt niet uit. Dat we offscreen hebben getraind, ja, nou, dat is niet zo. Nee, ik bedoel, we hadden het offscreen over dat ik surf aan kon leren aan lichtpuntje. Maar die is nu dood, ja. Dus dat maakt niet meer uit. Is hij net dood gegaan? Ja, de Rockwrecker. Oh. Want hij kan schijnbaar niks tanken. En ik weet nu niet wat ik moet doen. Oeh. Dat is echt zuur. Ik heb deze grap laatst in mijn Master Mode ook al gemaakt. Maar kunnen we dat even opnieuw opnemen? Nee. nee, dat is vals spelen. Dat doen we niet. Oh, het is een must recharge move. Ja, daar had ik niks tegen kunnen doen. Dat wist ik niet. Ik was al wel bang. Al dat kut als een attack raisen. Yep. Dat is weg. Wordt de type weg. En daar heb je nog zoveel moeite gedaan. En electric type ook nog. Ja, zeker. Maar ja. Je weet dat je nog naar de Pokémon League moet? Ja, nee, ik had het door, hoor. Okay. Maak je geen zorgen. Dus noods moet ik eventjes... Ik vind het nog steeds leuk hoe ik mijn Bidoof in een aparte box gewoon heb. Gewoon puur omdat... Het is Bidoof en Bidoof is god volgens sommigen, dus ja. Die sporen niet. Eens? Misschien? Mogelijk? Is Simon toevallig een van die mensen? Ja. Dat verbaast me niks. Ik ga burn me. Oh ja. Burn me, de burn me. Dat is ook een toptitel. Volgens mij is het nooit een toptitel geweest, maar... Jawel, zeker. Hebben die wel? Oh. Ja, zeker. Is de heel veel damage ook een titel geweest? Of, nee, dat hoop ik niet, hè. Dat kun je niet zeggen. Dan komt dat die aflevering nog niet online staat, boys.
Maar beter is het wel. Ja, maar ik weet nog dat Jordi echt heftig vond dat we dat gebruikten, die grap. Welke? De Burn Me? De Burn Me, ja. Hoezo was dat heftig? Toch gewoon... Ja. Gewoon... kutgrap eigenlijk. Ja. Hey, the gate to Victory Road. Ja, gast. Ik heb eetbeer. Oh, moeten we ook nog hem vechten? Ja, dat moet ook nog, ja. En een Carbink. Ja, die Carbink is wel pittig, ja. Ik heb wel zo'n fighting type. Wat? Waar is mijn... Oh ja. Het is geen Pangoro meer. Zo lang zo'n Pangoro gehad dat ik gewoon niet eens meer snap dat die er niet meer is. Nee, het is nu zo'n Scrafty... Zo'n bad guy, zoals ik hem genoemd heb. Is het Billie Eilish? Nou, dan zijn we wel eindelijk van King Alert. Dat is een voordeel. Nou, dat is op zich een voordeel. Oh, King Alert op mijn scherm. Oh, echt? Ja. Yeah. Als je het over de duivel hebt, echt, hè? Dan kom je hem tegen. Hij zegt heel hard, yo, Pango. Dat is wel wat die gekken doen, ja. Gaat hij ook met Wendy porno maken of dat niet? Is dat serieus? Hij heeft toch zo'n OnlyFans waar hij met Wendy allemaal shit doet. 18 plus shit, zeg maar. Oef. Dat je denkt van, ja, maar King Alert, niemand wil dat zien. Hoezo zijn er mensen die daarvoor betalen? Nou, alleen maar om grapjes over te maken waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Oh, ik word afgeleid, want ik zag een appie. Een appie. Ja. En ik heb dat altijd aanstaan. Dus ik krijg altijd dat geluidje. Dus ik word altijd afgeleid. Right, ik ben zo hard genaaid. Mijn Charizard is dood, omdat... Ik wist dat het Charizard zou zijn. Omdat om een of andere reden. Omdat Heracross leeft op 1 HP. Ja, dat is kut. En ik had hem nog geburnt ook, dus nadat hij mij killde is hij zelf ook dood gegaan. Hé, hey, dat is dan nog... semi-positief. Oh, nee, kut, ik weet niet meer wat inkwam. En bedankt, Nina. Nee. Oké. Nee, ik moet niet haten op jou. Jij hebt ook een heftige maand achter de rug. Oh, Kingdra. Nee, oké, dan... Ja, dan ben ik fucked. Carbos. Kingdra. Dat is Dragon. Hij heeft waarschijnlijk ook wel een Ice-type move, dus dan kan ik een best bad guy doen, denk ik. Het is jammer dat ik nu een turn verneukt heb, maar goed. Dat is mijn eigen schuld. Ik had op moeten letten. Oh ja, de stones. De stones. Oh, ik ben ook burnt. Door zo'n scald. Dat is best wel heet. Ja. Ze noemen mij ook wel Mr. Scald, omdat ik zo... Hebben ze niet zo'n anti-scald apparaat voor mij? Nee. Voor deze Kingdra, want dan wordt het lekker cool. Oh, wat is dit? Dragon Breath of zo, denk ik? Ik heb geen idee, maar de animatie zag er heel vet uit. Heel episch. Oké. Dragon Pulse, dat is. Iets met draken in ieder geval. Ja, hij gaat lekker met die draken, moes. Holy damn, dat deed echt niks. Ik word hier zo moe van. Waar word jij moe van? Van deze Kingdra. Hij heeft echt een Kingdra. Zou Crunch meer doen dan Break? Heb je geen fairy aanval of zo? Nee. Sad. Nou, ik had wel ooit zo'n discharge op zo'n lantern. Ja, maar een lichtpuntje volgens mij. Ja, maar hij is dragon, dus het doet niet zoveel effect. Ah ja. Fair enough. Ik had ooit zo'n... ik weet eigenlijk niet. Wat is dan meer super effect? Ja, ice, maar...
dat negates het ook weer, want hij is water, dus... Yeah. Ja, maar ijs is wel super effectief, denk ik. Oh, ik dacht dat ijs tegen water zeg maar not very effective was, waardoor... Dus ijs op een Kingdra ook not very... Of normal, neutral was. Maar dat is het misschien wel helemaal niet zo. Want ik ben niet zo goed in not very effective, zeg maar. Dat vind ik altijd lastig om te onthouden, want het zijn er te veel. Yep. Ik kan mijn kleine brein niet onthouden, hoor. Nee. Maar Kingdra is wel... Ja, oké, okay, pew. Ik dacht eventjes te vroeg gejuicht, maar... Maar dat zou het is kut gelukt. Zijn dat ik zeg van, hey, Kingdra is dood. En dan gaan mijn Scrafty straks dood. Zul je altijd net zien. Dat zou zeer jammer zijn. Dat zou zeker zeer... Jeetje. Ik kan niet meer Nederlands. Jij praat tegen mij? Zoals ze in het Engels zeggen, dat is very kut. Oké, voordat je zo meteen... Nee! Ik loop in een duel battle. Oef. Ik haat dubbel battles, maar ik wilde per se healen. Dat is met een Wailord en een andere Pokémon. Ik heb echt niks tegen een Wailord. Wat kut dit. Oh fijn, ook nog de twee mensen die het slecht zijn tegen Wailord staan voorop. Wacht, hè? Huh? Ben je al in de Victory Road? Of niet? Ik heb tegen dat vrouwke gepraat. En toen wilde ik teruglopen, want ik wilde healen. Ah, dus het is wel die met de Wailord, ja. Ja, hij heeft een Wailord in een valploeg. Oh, en dat is dus echt zwaar groot voor mij. Ja. Waterspout. Oeh, hij. Dat doet veel. Misschien kan ik dan beter... Eerst die Wailord uitschakelen als die zo goed is. Oh, Synchronize doet op iedereen. Maar Bad Guy is een Dark type. Dus dat is geen effect. Kijk. Het is een Psychic type. Het is flat. Oké. Synchronize doesn't affect Wailord. Hoezo dat nou weer dan? Sinds wanneer is Wailord zo'n dark type? Magische dark type. Nou. Oké, Sander, trouwens, zometeen is het handig om even een van je Pokémon strength te geven, want die heb je in de Factory Road nodig. Oké. High jump kick. Oh, dat doet best veel. Oké. Please. Please, Noctil. Wees niet paralyzed. Please. R/. Ja. Oké, Wailord is dood. Oké, geen casualties vandaag. Nou ja, je hebt al iemand dood laten gaan net, maar... Ja, dat... Ja. Dat telt niet, oké. Trouwens, ik heb toch... Even kijken hoor. Oké, nee, ik heb het begingrapje wel uitgezet. Ik dacht eventjes van, wacht. Wait. Heb ik het begingrapje wel uitgezet? Want dan heb je gewoon geen facecam. Maar goed, nou, dan ik denk hoop dat ik... iedereen dat leuk... Nee. En dan hoop ik nog dat ze er tenminste wat aan gehad hebben. Ik bedoel... Ik denk het wel. Ik moet tegen Serena. Ja, dat kan. Anders was het niet zo, dus... Ik zal je zeggen dat ik wel een aantal trainertjes heb overgeslagen in de Victory Road. Nou, durf je. Ja, ik weet niet hoe we het willen gaan doen, maar ik moet... eventjes voordat we de Victory Road ingaan, moet ik wel echt eventjes mijn Burn Me trainen, want... Kan je niet alvast een stukje doen? Ja, dat doe ik ook. Ik heb hem nu gewoon in mijn party en hij is nu al level 18. Maar... Nee, ik bedoel meer van een stukje Victory Road alvast doen. Ja, ik moet echt even healen. Nee, ik ga nu niet hem trainen, maar ik bedoel... Ik moet echt even healen en items kopen. Ja, maar dat was je net toch al aan het doen? Nou, toen kwam ik dus in die dubbel battle. Oh. Dat duurde eigenlijk best lang.
Want ja, ik wil het overleven of zo. Ja, ik weet ook niet waarom. Nee, dat snap ik ook heel niet. Gek. Je denkt toch, Sanne, het is toch sowieso al verloren kans. Dus waarom? Maar ja, ik ben eigenwijs. Eigenwijs. Oh. Ik wil per se winnen of zo. Nou, de moed zakte me toen Greninja dood ging echt in de schoenen. Toen dacht ik echt van, weet je wat, laat ook maar deze hele lok gewoon doodgaan, zeg maar. Ik moet nu tegen een Greninja. Oh ja, wrijf het even lekker in. Ja, dat doet Serena, dat doe ik niet. Oh. Ja, maar dat komt door jouw keuze die je hebt gemaakt. En die keuze heb je ook nog eens... Die Delphox, hè, die heb je ook nog eens expres dood laten gaan. Oké, niet expres. Oh, tuurlijk. Je hebt wel expres Delphox gekozen. Wat ervoor zorgde dat Serena nu een Greninja heeft. Wat ervoor zorgde dat Serena het er nu bij mij invrijft. Waardoor jij het er eigenlijk bij mij invrijft. Want jij hebt de keuze gemaakt. Ik hoor alleen maar poep uit je mond komen. Vind ik knap, want ik moet op dit moment niet per se eigenlijk. Nee. Oh, ik haat Greninjas. Oh, echt. Een trap. Of is het gewoon een muur? Ah, het is een muur. Die nu een trap wordt. Oh. Dat is ook goed. Wow, dit is een victory row. Ben ik nou gewoon de eerste die hierin komt? Of gaat dat mechanisme op een gegeven moment ook gewoon weer terug? Ik denk dat die wel weer terug gaat. Oké, ik ben bij het vuur. Ah, en ik ben nu bij zo'n trainer. Ace trainer. Weavile. Oké, nou dat mag. Je kan het. Dat kun ik goed. Ja, die kan ik wel. Welke typings zijn de... Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd, Sander. Bruh, jij kent deze game toch? Jij hebt deze game toch al eerder gespeeld? Gast, ik weet van geen enkele ding wat ze uit mijn hoofd welke type de Elite 4 is. Welke type hebben we nog niet gehad? Dragon. Vast wel. Is er een dragon? Je hebt Fairy natuurlijk, want dat is die end. Oh nee, ja. Wacht. Die hebben we al gehad. Fairy, hè? Huh? Oh, Dianti is natuurlijk de champion. Dus dat de champion, ja. Ja, nee, oké. Oh ja, ik moest aanleren. Ja, maar strength. Dit is die Bunnelby. Hoor je. Hey, Bunnelby, vang deze strength even. Oké, voor welke move moet ik die vangen dan nu? Ja, doe maar super fang. Of quick attack. Strength is wel beter. Doe maar voor quick attack. Azumarill is wel echt de ideale Pokémon om Serena te killen. Ah, die weer hoor, met zijn water type. Eventjes erin vijven dat ik geen water type meer heb. Sjoong, die jongen, die jongen. Jij bent echt vermoeiend. Hoe vaak ik dat wel niet heb gezegd in deze avatar. Oh, ik ben softlocked, want ik kan niet surfen. Oh, Molkonijn kan gewoon surf leren, nevermind. Nou, dan gaat waarschijnlijk Superfang er ook aan. Ja, of ik moet dik. Je hebt toch een watertype aanval. Nou, ik wou zeggen, ja, maar we doen toch met de regel dat als ze het normaal niet kunnen leren, dat hij met de randomizer ook niet mag leren. Ja, maar het is geen randomizer. Maar het is geen randomizer, ja, precies. Ik ben altijd gewend dat ik, zeg maar, dat bij de randomizer zo instel dat de AM's altijd full compatibility zijn, zeg maar. Oh jee. Wat is los? Steelix. En dat is... Ground? Heb je geen vurige aanval? Ja, maar hij is ook ground. Dat is het hele probleem. Zo, ik word er moe van. Ja, maar een vuuraanval is gewoon super effective, hè? Ja, alleen als hij niet 1-hit KO doet, dan killt hij mij waarschijnlijk. Nevermind, het is een 1-hit KO. Nou, oké. Okay. Easy win, boys. Easy win. Denk ik. Kudoku. Hidden power, let's go. Kut. Ik ga veel te snel. Please, zeg maar niet dat je nog een Pokémon verloren hebt. Ik gun dat niet. Nee. Alleen, ik... Die rollen hier ook, hè?
Oh. Die roller skates die gaan gewoon te hard. Oh, nee, oké. Okay. Ik ben wel echt een misgunner. Ik gun je niet eens een Pokémon Dev. Geen reactie, hoor. Nee. Ik weet niet of je het nou meent of niet. Dus... Nee, het was sarcasme. Ironie, ik weet het Nederlands niet. Maar Sander. Dat maakt niet uit. Maar Sander. Ja. Ben nou al eens een keer door de Victory Road, hè? Ik ben nu tegen zo'n Electrode, dat is de tweede gastie van de Victory Road. Oké. Ik ben ook nog met de Victory Road bezig, hoor. Oh, dus hij is toch best wel lang. Ja, hij is best wel lang, ja. En ik ga ja, nog best wel snel doorheen. Weet hoe die moet. Airy Impulse, wat is dat nou weer voor aanval? Hoezo doet dat damage? Het ziet er vet elektrisch uit. Nou, maar elektrische dingen kunnen geen damage doen? Niet tegen Ground Diggersby Move Man. Type. Oké, okay, kan ik me nog wel bij voorstellen. Ja, misschien staan de sprinklers aan. Ik denk dat het is. Oh, dat was een referentie naar de anime. Oh ja, inderdaad. Dat je dan zo'n elektrische aanval. Ja, dat is hoe Pikachu Onyx versloeg van Brock. Wat een onzin. Ja, echt hè. Er zijn dus ook hele video's waarin ze zeggen dat Ash dus eigenlijk nooit de league zou moeten binnenkomen. Omdat dus hij alleen Blaine en Lieutenant Surge als gym leader echt verslagen heeft. Als in echt met een Pokémon battle. En die andere allemaal niet? Nee. What the fuck? Nou ja, die eerste heeft hij dan ook wel gewonnen, maar dat is gewoon bullshit als je kijkt naar de game mechanics en sowieso hoe het werkt. Dan heb je Misty. Ja, die geeft hem gewoon aan hem, toch? Ja, volgens mij omdat hij iets van Team Rocket uitschakelt of zo. Die gym leader, ja, weet ik het. Dan heb je Lieutenant Surge. Nou, die haalt hij dan dus. Mm-hmm. Dan hebben we... Oh ja, de vuur in die grass gym. Want hij mocht eerst de gym niet binnen. Toen was er vuur, toen heeft hij Pokémon gered. En toen deden ze zo van, kut, ik ben een Pokémon kwijt. Nou ja, dat deden ze niet, maar dat doe ik. Ik wist niet oh, dat ben jij een Pokémon kwijt? Ja, ik wist niet dat mijn champ Stone Edge kon. Dus mijn Noctil is dood. Maar goed, dus die hebben ze ook gewoon gegeven. Ik probeer zo min mogelijk te laten merken dat ik bal, maar ja. Gaat niet zo heel makkelijk. Ja, ik ben al helemaal kwijt wat ik wou zeggen verder. Oh ja, dan heb je vijfde gym. Ik weet niet eens wat de vijfde kent het gym is. Erika? Nee, dat is de Koga, die poison dude. Ja, dat weet ik niet. Misschien dat hij die ook maar wel Bruno, gehaald. Is dat Bruno of Koga? Nee, Bruno is een weak man. Ja, maar Koga is in Kanto de gym leader en die wordt in Johto een Elite 4. Oh. Dus die nee, poison maar is wel Koga, want die naam zegt me meer. Dus. Ja. Oh, ik ben alweer uit, joh. Uit Victory Road. Was maar zo'n feest. Oh, hier staat een backpacker. Die had ik echt makkelijk kunnen ontwijken. Maar dat is eigenlijk met elke trainer die ik nu versla, volgens mij. Er is één gastje met een rood petje, zeg maar. Lijkt een beetje op een ace trainer. Die hield in plaats van wil bevechten. Oh. Maar goed, je hebt dan dus... Even denken... Nee! Oh, phew. Ik dacht eventjes dat ik mijn hound doen ging verliezen, maar dat was niet. Dus je hebt Koga, dat weet ik eventjes niet wat daar de bullshit reden voor was. Gym Leader 6... Is... Sabrina. Sabrina, oh ja, die dat was doordat ze moest lachen. Ah ja. Door een Gengar. Wat sowieso al niet zijn eigen Pokémon is. Dus stel hij zou hem eerlijk gewonnen hebben. Zou dat sowieso al een beetje discutabel zijn. Ja. Maar goed. Dit is niet sim. Als hij een crit krijgt dan ben ik neer. Dus dat. Dan hebben we Blaine. Nou ja, die heeft hij ook. En
Ja, hij heeft Team Rocket verslagen, maar officieel is Jim Lee natuurlijk Giovanni. Dus eigenlijk heeft hij niet echt de Jim Lee verslagen, maar ja, nee, Team Rocket. Dat is ook gewoon bullshit. Dus. Dus hij heeft twee, oké, misschien drie, maar laten we eventjes zeggen, hij heeft drie gym badges gehad. Mm-hmm. En Gary heeft er fucking 14 of ja, zo, of 12. 10, ja. Ja, nee. Maar, dus, ja, er zou nooit de Kanto League binnengekomen moeten wezen. Nee. Nou ja, hij heeft hem ook niet gewonnen, dus. Nee. Weet je waar hij hem ook niet gewonnen heeft? In fucking Sinnoh. Nee. Hij heeft hem alleen maar in Alola gewonnen, verder heeft hij hem nergens gewonnen. Maar in Sinnoh had hij hem moeten winnen. Maar die fucking Tobias. Ja, grote vriend. De brain krijgt altijd op als Sinnoh League opkomt. Mm-hmm. Sinnoh League Victors, Pokémon. Mm-hmm. Maar, mag ik dat? Ja. Weer iemand kwijt of dat niet? Nou, Noctil volgens mij, ja. Oh ja, maar verder. Ja, dat was al hoor, maar. Het doet nog wel steeds pijn. Pijn in mijn hart. Ik ben echt blij als dit gewoon voorbij is. No offense naar jou, ik ben gewoon blij als we de nieuwe starten. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik heb dat gevoel ik ook. Ik ben het echt een beetje klaar mee met alle Pokémon devs. En ik weet dat het niet per se de game zijn. Het zijn gewoon ook echt oprecht mijn fouten, maar. Nou, ik wil snap niet meer. Ik wil niet meer. Ik snap wel wat je bedoelt hoor, want ik heb dat ook een beetje. Ik hoop gewoon dat je snel uit Victory Road bent straks. Want ik ben er ook nog niet uit hoor, maar. Dat we gewoon aan de Pokémon League kunnen beginnen en dan is het gewoon over. Ja. Ja, daar ben ik wel aan toe. Ik vind op een gegeven moment heb je zoveel Pokémon verloren. Ja. Dat je gewoon. Ja, ook denk van ja, ik zou blij zijn als het over is. Ja, precies. Sturdy, tuurlijk heeft hij Sturdy. Nee, Explosion! Nee, please, nee. Heb je het overleefd? Nee. Ga niet dood. Ja! 44 HP, overleefd. Poeh. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht echt, ik ga dood. Dat had ik echt niet verwacht. Fucking Graveler. Zie je, als ik boos ben, dan kan ik hem wel normaal. Ja, ik wou er niks over zeggen. ik dacht er precies hetzelfde wat jij zei. Ja, dat moest. Kan ik daar überhaupt wel bij die steen? Het is een heel klein steentje voor, lijkt het wel. Oh, heb je ook nog Rock Smash nodig? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Nee, oké, dan ga ik gewoon de verkeerde kant op. Nee, niet weer zo'n Graveler. Kan ik runnen? Got away safely, dankjewel. Oké. Kijk om. Ja, dank je. Hey, het werkte. Oké, maar dan zit ik nu wel vast. Want dan weet ik niet waar ik het. Oh, je moet gewoon naar boven lopen. Ah. En dan moet je tegen zo'n Karate Man. Een Karate Man? Oh, zo'n Pangoro. Zucht. Ja, dat is toen ik zei dat ik tegen een King Alert moest. Ja. Ik mis de man. Hij is fighting. Oh, wat kan ik doen? Denk rustig na. Denk goed na over het bestaan. Neem de Buk? Tijd. Is Buk niet super effect tegen Dark, maar de fighting is weer. Nee, Buk is super effect tegen Psychic. Ook niet tegen Dark? Oh. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou kijk, Molkonijn kan niet, want dat is super effective. Doge kan ook niet, want dat is super effective. Bad Guy is ook super effective. Ik moet wel met Puck. Fighting is toch niet ook super effective tegen Steel? Jawel. Volgens mij wel, hè? Ja. Ja. Nee, dan ben ik mijn Stalman kwijt. Oh nee, oké, nee. Viel mee.
Dat deed je verrassend weinig, maar het was ook niet super effective, leek het. Wat kan ik het best doen? Of Iron Head of X-Scissor, want dat is Scissor Step. Ja, dan X-Scissor, denk ik. Avoid it, doe nou... Waarom word ik genaaid? Ik leef nog. Nee, geen Eater gebruiken. Als ik dat had gebruikt, dan was ik Stalman voor niks verloren. Maar dat is niet gebeurd, dus we moeten positief bekijken. We bekijken het positief. Critical hit. Ah, ja, fijn. Maar ik leef nog 66, dus ik kan het tanken. Je boy kan het tanken. Wat rapper is, want hij deed 90 damage, maar hij doet nu al meer dan 45, dus dat klopt al niet. Want crit is altijd dubbel, toch? Nee. Op een gegeven moment is dat veranderd naar 1,5, geloof ik. Oh. Ik heb geen idee hoe ik deze ga verslaan. Ik moet tegen de Snorlax, maar ik zie gewoon geen uitweg. Oef. Ja, ik zou zeggen Scrafty, maar ja, die heb jij niet, dus dat kan ik wel mooi zeggen, maar dat heeft voor jou een nul nut. Toch heb ik het gedaan. Oh, Heracross is natuurlijk ook fighting. Wat ben ik een debiel? Nou ja, met vuur aanval krijg ik die wel dood, toch? Jawel. Zij het zegt. Oh. Oh, nee. Close call. Nee. Ah, een crit. Ik ben Meowstic kwijt. Ik ben doodje kwijt. Oef. Nu heb ik ook geen Fire-type meer. Nu moet ik geluk hebben dat mijn Azumarill, want die is geparalyzed, dat die niet geparalyzed is in zijn aanval. Anders ben ik die ook kwijt. Oh, hij is zelfs eerder. Hoe de fuck kan de Snorlax sneller zijn dan mijn Azumarill? Oh, hij leeft! Nice. Hey, maar eventjes, hoe killt een flamethrower? Van een level... Ik kan het level niet zien. Summary. Van een level 64. Houndoom. Yeah. Een flamethrower, hè? Ja. Yeah. Tegen een level 58 Heracross. En die Heracross gaat niet in één... Hit dood. Hoe dan? Ja, dat gebeurde bij mijn Charizard ook, waardoor mijn Charizard dood ging. Hoe dan? Dat staat echt nergens op. Ik vind het echt weer bullshit. Ik word... Ik moet ook wat verzinnen. Ik weet nog, vorige aflevering, het intro moment. Hij werkt nu weer, zeg maar, dat intro moment. Niemand heeft enig idee waar je het over hebt. Okay. Jawel. Okay. Ik had een mes. Ah. Bij mijn keel. Ach. Peggy 18. Oké. Hij zat er vrij ver vanaf, maar het leek op schermen alsof die er heel dichtbij zat. Oké. Okay. Maar voordat ik het pong. Sander, ben jij in battle op het moment? Niet meer. Nu niet meer. Dan gaan we de aflevering even beëindigen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We zijn weer lekker wat Pokémon's kwijtgeraakt. Ik hoop dat het niet te lang doorgaat. Ik ga nog eventjes 2 Pokémon's kiezen en in mijn team doen. En dan ga ik de Victoria proberen deze keer wel te halen. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. Die staat in de beschrijving. En dan, als je mij salty wil zien, dan zou ik zeker abonneren. Ja, zeker. Adios, amigos.